Hoi, ik ga vandaag een soort dag uit mijn leven filmen. Ik ga het niet doen vanaf de ochtend, want ik had net rijles om 10:30. En toen moest ik nog naar huis gebracht worden, dus nu ongeveer 12:30. Maar het leek me toch alsnog leuk om het op te nemen, want vandaag ben ik lekker vrij. En ga ik lekker aan de site werken en ik verwacht een pakketje. Dus het leek me erg leuk om, om aan jullie te laten zien. Dus vandaar dat ik een dagje uit mijn leven ga filmen. Ik ben nu net thuis. Ik heb mijn make-up gedaan vanochtend, maar ik heb het heel snel gedaan. Omdat ik rijles had. Ik denk dat ik het er dadelijk af ga halen en dat ik een look ga maken voor de site. Maar ik moet nog even zien hoe ik dat precies ga doen. Ik ga dadelijk even een planning maken van wat ik vandaag allemaal wil doen. Ik kan sowieso tot 5:30 werken, want dan is Thijs ook nog aan het werk. Ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen. Misschien dat ik naar hem toe ga, dat hij naar mij toe komt. Even kijken. Maar ik praat alweer veel te lang, dus ik ga even een einde maken hieraan. En ga ik jullie een stukje uit mijn leven laten zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik moet nog even wat eten, maar ik heb echt geen idee wat ik zal gaan eten. Misschien dat ik even een slaatje neem. En die doe ik dan op een boterham. En dan misschien nog een eitje erbij of zo. Even nadenken. Nou, dit is hem dan geworden. En daarbij drink ik even wat water. Dit ga ik nu meenemen naar boven, naar mijn computer. Want dan kan ik alvast lekker mijn planning gaan schrijven. En even rustig beginnen met het werk. Nog heel even goede tijden, slechte tijden terugkijken voordat ik ga beginnen. Oké, ik heb net al mijn make-up eraf gehaald. Dus ik ga nu beginnen. Kijk, ik ga de Infinite Matte Foundation gebruiken van Catrice. Ik heb gekozen om dit keer een paarse ooglook te maken, omdat ik die geloof ik nog niet heb geplaatst op de site. Ik weet het niet zeker. Maar ik heb wel zin in paars vandaag. Ik ga dadelijk wel even iets anders aandoen, anders vloekt het een beetje met mijn kleren. Dan gaan we gelijk even over op de bronzer. Die breng ik gewoon een beetje aan op mijn wangen. En lichtjes voor, over neus, kin. Bij mijn wangen probeer ik er een beetje alvast wat mee te contouren. En dan kies ik voor mijn favoriete blush. Dat is deze van de Hema. In het begin kreeg ik er niet heel erg veel kleur af. Maar nu ik er een beetje mee heb leren werken, lukt het eigenlijk prima. Ga ik gewoon met dezelfde kwast in als waar ik ook mee in de bronzer ben geweest. En dan richt ik me vooral hier op het begin. Want dat is bij mij een klein beetje rommelig. Zo. Is dat ook klaar? Nou, heb ik al oogschaduwbasis opgebracht. Dus we kunnen eigenlijk gelijk gaan beginnen aan de oogschaduw. Ik gebruik dit make-up palet. Dat heb ik ooit van mijn vriend gekregen. Deze doe je open en dan zie je eigenlijk alles zitten. En ik ga voor de paarse kleuren hier in de bovenhoek. Ik ben dit nu trouwens wel allemaal aan het filmen. Maar ik ga denk ik ook iets inkorten. Want anders dan wordt de vlog echt een video van 30 minuten. Als ik ook mijn hele make-up routine erin ga doen. Dus als jullie dit leuk vinden, dan moet jullie maar gewoon even laten weten in de comments op mijn site. En dan maak ik hier een apart video van. De bovenkant. Dus we zetten hem hier neer. En we doen eigenlijk gewoon zo. We blenden het een beetje erin. Zodat de overloop niet al te groot is. Even alles vervagen. Ik neem mijn bovenste wimpers mee. En mijn onderste wimpers. En dan is de look eigenlijk zo goed als af. Ik ga even mijn haar losgooien. Ik ga dat even in model brengen. En dan ga ik even foto's maken van de make-up look. Ik denk dat ik er niet heel veel aan hoef te doen. Want het is redelijk, zat redelijk goed toen ik het in een staart deed. Alleen even de pluis wegwerken. En dan ga ik nu foto's maken. Oké, ik heb net foto's gemaakt van de look. Die heb ik
Ja, van alles heb ik even foto's gemaakt. Dus dat is ook goed. Ik heb ook wat foto's gemaakt van de Balea haarolie. Heb ik mijn haar even gefotografeerd zonder olie en met olie. Ook voor de review alvast. En ik heb net even een planningje gemaakt. En die zal ik even laten zien. Ik doe het meestal een beetje zo. Ik heb dan een boekje en dan schrijf ik het op. En dan schrijf ik op wat ik wil doen. En met hoekjes ervoor. En dan wanneer ik het heb gedaan, dan kan ik het weghalen. Dit is dan de goodie bag. En ik ga even alle producten eruit halen. Allereerst zit er dus een mapje in. En dit is het mapje van de nieuwe lijn. Met alle informatie erover. Ik kan het wel even laten zien. Even mijn site checken. En ik ga nu weer verder. Ik heb nu net het filmpje van Sabon opgenomen. Dus die heb ik al even weggestreept. En ik denk dat ik nu verder ga met de My Life in foto's en My Food in foto's. Ja, ik denk dat ik dat even ga doen. Ik zet die altijd al klaar. En dan op het eind voeg ik gewoon nog wat foto's toe. Anders moet ik alles in één keer doen en dat is heel veel. Dus deze ga ik nu even maken. Oké, ik heb net gewerkt. Ik ben nu... ik heb al best wel veel gedaan, moet ik zeggen. Ik wou al wel iets meer gedaan hebben, maar helaas liep het allemaal even iets anders vanmiddag. Maar goed. Ik heb de My Life foto's heb ik af. De My Food in foto's heb ik af. Moet ik eventueel alleen nog even morgen wat erbij zetten, zeg maar. Ik heb besloten dat morgen, dus zondag, het is al lang online gekomen als jullie dit zien, komt deze online. En daar ben ik nu mee begonnen. Maar zoals je ziet staat er nog niet heel erg veel. Ik had echt geen zin om uitgebreid te koken. Dus ik ben gewoon gegaan voor een tomatensoep uit blik. En dan smeer ik gewoon op wat crackertjes en wat brood. En dat komt allemaal wel goed. Ik hoor net van mijn vriend dat hij niet komt. Omdat hij het echt super druk heeft met... hij maakt sites, zeg maar. En hij heeft een deadline, dus daar is hij heel druk mee. Dus het wordt vanavond gewoon lekker op de bank zitten, lekker tv kijken, lekker bloggen. En ik zie het wel wat ik allemaal ga doen vanavond. Dus ik ga nu eerst lekker eten en dan ga ik dadelijk weer filmen. Ik ga morgen mijn verjaardag vieren bij mijn vader. Dus ik ga nu even een paar cupcakes maken. Hij heeft zelf al een taart besteld, maar ik vind het wel leuk om ook nog een paar cupcakes te maken. Ik zal even laten zien. Ik ga cupcakes maken met deze die ik toen van mijn zusje heb gehad. Ga ik gelijk uitproberen. Ik ben al bezig met de botercreme, want dat moet minimaal een half uurtje opstijven. Ik weet nog niet of ik de botercreme er nu op ga doen. Ik denk het niet. Ik denk dat ik die morgen gewoon meeneem en dat ik die dan erop spuit. Anders is het erg lastig mee te nemen. De botercreme ga ik dadelijk een leuk kleurtje geven. En ik denk dat ik dit keer ga voor citroen en voor chocolade cupcakes. Er zijn al een aantal cakejes klaar. Ik heb ze even op zijn kop gelegd, zodat de onderkant ook een beetje hard wordt. Ik ben nu de botercreme aan het mixen. Hij is al mooi roze geworden. Ik heb er roze kleurstof doorheen gedaan. De volgende lading cupcakes is ook klaar. Laten we even gaan kijken. Wauw, die zijn heel mooi geworden. Ik ga ze eruit halen. En daarvoor moet ik heel even de camera neerleggen. Ik ben klaar met het maken van de cupcakes. Ik heb de cupcakes even in een aparte bak gedaan. En de kleurstof ook in een aparte bak. Zodat ik morgen bij mijn vader even mooi erop kan doen. Anders gaat het onderweg alleen maar door elkaar heen. En dat is niet heel erg mooi natuurlijk. Dus ik heb hier de cupcakes om mee te nemen. Het zijn er niet heel veel. Gewoon een paar omdat we ook nog een taart hebben. En hier aan de koelkast heb ik de botercreme staan. Hij is echt super fel roze geworden. Echt heel gaaf. Dus nou, het resultaat zien jullie vast nog wel voorbij komen op mijn site zelf. En dan ga ik nu de zooi opruimen. Als ik een blogpost aan het maken ben, dan werk ik het liefst zo. Dan heb ik mijn scherm onderverdeeld in twee schermen. En dan hier maak ik de blogpost en zie ik het voorbeeldje. Bijvoorbeeld zo. En dan hier heb ik vaak mijn fotobucket openstaan.
Hoi, ik heb mijn gezicht net schoongemaakt. De eyeliner ging er niet helemaal af, maar dat komt morgen wel. En ik ben nu nog even lekker aan het lezen voordat ik ga slapen. En dan ga ik heerlijk slapen. Bij deze wil ik de vlog even afsluiten. Nou ja, vlog. Meer een dag uit mijn leven. Een halve dag uit mijn leven. Ik weet het niet precies. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Laat het even weten bij de comments, want dan ga ik dit vaker doen. En ja, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!